Alright. Oké, mensen. We zijn aangekomen bij de laatste sessie vragen-antwoord. Er zijn meer vragen dan we kunnen beantwoorden. Dat is niet erg. Ik leg straks het boek nog even daar neer. Als u gewoon uw e-mailadres erbij schrijft. Als de vragen vandaag niet beantwoorden, zullen we ze zeker beantwoorden. Ja, dus alle vragen worden beantwoord. Alleen zijn er gewoon te veel om vandaag... we hebben niet zo lang meer. We hebben nog ongeveer 3 kwartier. Het is allemaal een beetje uitgelopen. Jacob moet echt weer naar zijn hotel, want hij heeft een aandoening aan zijn benen. Dus daar komen we helaas niet onderuit. Ik ga wel een aantal vragen doen. En als uw vraag vandaag niet wordt behandeld, niet getreurd. Zometeen even uw e-mailadres eronder zetten. We gaan alle antwoorden dan sowieso beantwoorden. Oké. Want dat is natuurlijk het ding. Iedereen heeft vragen en het moeten... ja, je moet dan een keuze maken van welke is voor nu even in het licht van de conferentie even voor u goed om te laten beantwoorden door Jacob. Ik zag net de vraag. Dit vind ik een belangrijke vraag. Mijn vraag is, gaat Israël nog wel door de grote verdrukking of is die voor hen al geweest in verband met de Holocaust? Want we hebben het inderdaad nog niet heel veel gehad over het specifiek Israël. We hebben het vooral over de gemeente gehad. Het blijkt gewoon dat de tijd erg kort is geweest. Het gaat snel, hè? Als je eenmaal in notitie bent, dan is het ook heel lastig om een onderwerp zomaar even af te kappen. Dus deze vraag ga ik nu aan Jacob stellen. Jacob, there's a question, and it's the question goes: does Israel go through the Great Tribulation, or is it already been with the Holocaust? No, the Holocaust. Nee, de Holocaust was a shadow of the tribulation. Was eigenlijk een beeld van de grote verdrukking. The Jews go through something we talked about yesterday. De Joden gaan er doorheen over dat waar we gisteren ook over gepraat hebben. The time of Jacob's trouble. De tijd van Jacob's moeilijkheden. Let me explain this. De gruwel vandaan. Laten we dit uitleggen. Jacob had two names, Jacob and Israel. Jacob had twee namen, Jacob en Israël. Israel is about Israel, but Christians can be grafted in a spiritual sense. Israël gaat over Israël, maar christenen kunnen in een zekere zin ook worden erin getrokken in Israël. Jacob, when you see the term Jacob, it is always ethnocentric to the Jews. Maar wanneer je Jacob leest, dan heeft het altijd specifiek te maken met de Joden. That's why you see the prophecies Jacob and Israel, like in Isaiah, to Jacob and Israel. Daarom zie je in de profeties dat er wordt gesproken over Jacob en Israël. When Jacob wrestled at the brook of Peniel, toen Jacob worstelde at Peniel. Jabok. The brook is called Jabok. Jabok. It's in Jordan. It is in Jordanië. Okay. He wrestled with the angel of the Lord. Hij worstelde met de engel van de Heere. That angel of the Lord was a Christophany. It was an Old Testament enfleshment and appearance of Jesus. Dat is wat ze in Engels noemen een Christophany, een incarnatie van Jezus in een lichamelijke vorm. Remember, Jacob wrestled to the end of the night. Jacob worstelde tot het einde van de nacht. This was the time of Jacob's own trouble. Dit was de tijd van Jacob zijn eigen moeilijkheden. He was going to be confronted by Esau, his brother. Hij zou worden geconfronteerd door Esau, zijn broer. He was in a desperate circumstance. Hij was in wanhopige omstandigheden. And he wrestles all night with the angel. En hij worstelde de hele nacht door met de engel. Then he walks with a limp. En dan, vanaf dat moment, loopt hij kreupel. Just like this other Jacob. Zoals ik. Now, pay attention. Nou, let op. The most common metaphor. De meest gebruikte metafoor. For the tribulation and for the last 7 years of history. Voor de laatste 7 jaar van de historie van de geschiedenis van de wereld. Is the metaphor of the night. Is de metafoor van de nacht. He's coming like a thief in the night. Hij komt als een dief in de nacht. Work while you have the light. Night will come, no man can work. Werk nu het nog dag is en het kan, want de nacht komt eraan en dan kan niemand meer werken. The psalmist asked, "Watchman, watchman, how far is the night?" Er wordt geschreven, torenwachters, torenwachters, hoe ver nog is de nacht? Okay. In the Song of Solomon, the bridegroom comes for the bride in the night. In Hooglied komt de bruidegom voor de bruid in de nacht. In Matthew 25, the bridegroom comes for the bride in the night. In Mattheüs 25, de bruidegom komt ook voor de bruid in de nacht. He's coming like a thief in the night. Hij komt als een dief in de nacht. The faithful church made up of both Jew and Gentile. De getrouwe kerk die bestaat uit zowel Joden als Grieken. Als heidenen. Go off with the bridegroom in the night. Ga met de bruidegom mee in de nacht. It gets very dark. Het wordt erg duister. But he comes. Maar hij komt. Jacob goes through the whole night. Remember, he wrestles the whole night. Jacob gaat door de hele nacht. Weet je wel? Hij worstelt de hele nacht door. This is why it's called the time of Jacob's trouble. Dat is waarom het wordt genoemd de moeilijkheden van Jacob. Believing Israel are the natural branches of the church. They're out of here. De gelovig Israël zijn de natuurlijke takken. Zij gaan hier ook mee weg. But unbelieving Israel is like Jacob. It goes through the whole night. Maar ongelovig Israël, is als Jacob, ze gaan door de hele nacht. We talked about this yesterday. Hier hebben we het gisteren over gehad. Once the church is removed, zodra de kerk wordt opgenomen, the purposes of God, gaat het profetisch plan van God, focus primarily on Israel, weer teruggefocust worden op Israël. Oké. Alright. Ja, is dat een vraag die beantwoord is? Dan gaan we naar ik heb erbij duidelijk proberen te maken dat het echt betrekking moest hebben op de conferentie, hè? Op de onderwerpen van de conferentie. Dan heb ik hier een vraag. Ik denk wel dat het belangrijk is om weer even te stellen, zodat we hier helderheid over kunnen krijgen voor de persoon en het algemeen. Jezus zei als eerste, het koninkrijk van God is nabij. Doelt de Heer met die woorden op het 1000-jarig rijk? The question is, Jacob, Jesus said, first of all, the kingdom of heaven is close at hand. Does the Lord mean the millennium with this? No. The kingdom ultimately includes things like the millennium. Nee, het koninkrijk uiteindelijk wordt ook mee bedoeld, het 1000-jarig rijk. But it's already in our hearts. Maar het is al in onze harten. You understand? Now, let's understand something. Nou, laten we iets begrijpen. In Washington D.C. In Washington stad. There is a embassy of Netherlands. Er is een ambassade van het Koninkrijk van de Nederlanden. Okay, in Moscow, Russia, there is an embassy of the Netherlands. En in Moskou is er ook een ambassade van Nederland. And in China, Beijing, China, there's an embassy of the Netherlands. En ook in Peking, China, ook daar is een ambassade van Nederland. And in Brazil, there's an embassy of the Netherlands. Ook in Brazilië is er een Nederlandse ambassade. Legally. Legaal. When you go through the gate into the embassy. Wanneer je de poorten of zeg maar het voorbij gaat van een ambassade. By international law, volgens internationale wetten. You are on the territory of Netherlands. Ben je dan op Nederlands grondgebied. There's a little bit of Holland in Washington. Er is een klein beetje van Nederland in Washington stad. There's a little bit of Holland in Beijing. Een klein stukje Nederland in Peking. So you might be in Brazil. Dus je zou misschien in Brazilië kunnen zijn. And you're longing to go home to Rotterdam. En je zou graag naar huis willen, naar Rotterdam. And to Gouda get some cheese, some kaas. En naar Gouda om een beetje Goudse kaas te halen. Okay, you're longing to go home. Je verlangt ernaar om naar huis te gaan. But you walk through the gate of the Dutch embassy in Brasilia. Maar wanneer je de poort binnengaat van de Nederlandse ambassade in Brazilië. And somebody greets you in Dutch, not in Portuguese. En iemand groet u in het Nederlands en niet in het Portugees. And you feel all of a sudden like you're in a Dutch environment. En opeens voel je alsof je in een Nederlandse omgeving bent. You're in a little bit of Holland in a foreign place. Er is een klein beetje van Nederland in een buitenlandse plaats. When Christians meet in fellowship. Wanneer christenen samenkomen in gemeenschap, Paul says we are ambassadors for Christ. Dan zegt volgens Paulus zijn we dan ambassadeurs van Christus. We are in the embassy of our own country. We zijn in de ambassade van ons eigen land. Remember what it says about Abraham in Hebrews. Weet je nog wat het zegt over Abraham in Hebreeën? Although he was promised the land, ook al wat werd het land aan hem beloofd, he looked for a city, a different city. Hij keek naar een andere stad. The meek shall inherit the earth. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. In the millennium we will inherit this place. In het duizendjarige rijk zullen we deze plaats beërven. In the meantime we are like sojourners, foreigners. Ondertussen zijn wij als buitenlanders. We are in the world but not of it. We zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. But when we come together in fellowship and take the Lord's Supper. Maar wanneer we samenkomen in gemeenschap en we nemen de maaltijd des Heren. We are the embassy. Dan zijn we in de ambassade. We represent the coming kingdom. We vertegenwoordigen het komende koninkrijk. It's already in our heart. Het is al in ons hart. It's already here. Het is al hier. It's coming. Het komt. But it's here. Maar tegelijkertijd is het al hier. It's like sitting in the Dutch embassy in Ottawa, Canada. Alsof je bijvoorbeeld in de Nederlandse ambassade in Ottawa, Canada zit. You're not home yet. Je bent nog niet thuis. But you are home. Maar je bent toch thuis. You understand. Snapt u? Amen. Even kijken. Ja, ik ga nog twee vragen doen. Dit is een question. Dit is een vraag. Er staat: hoe sta je klaar om mee te gaan? Zijn er dingen die we los moeten laten? The question, Jacob, is: how do we make ourselves ready to go along? I guess with the rapture. And are there things that we have to let go? We have to let go of our attachment to the world. We moeten loslaten alles wat ons verbindt of vasthoudt aan de wereld. To begin with, te beginnen, when John talks of Antichrist in his epistle, wanneer Johannes in zijn epistel over de Antichrist praat, he prefaces it by saying, "Love not the world." Dan maakt hij als het ware een voorwoord door te zeggen, hou niet van de wereld. Nor the things that are in the world. En ook niet van de dingen die in de wereld zijn. To know how to be in the world but not of it. Weet hoe je in de wereld moet zijn, maar niet van de wereld te zijn. That includes its temporal possessions. Dat houdt ook in tijdelijke bezittingen. Do you own the things or do the possessions own you? Ben jij in het bezit van dingen of zijn die dingen... Zijn die dingen degene die jou bezitten? Does everything you have belong to Jesus? Is alles wat u bezit, is het van Jezus? Or do you see it as yours? Of ziet u het als uw eigen eigendom? You understand? Snapt u? Worldliness has very little to do with things, but everything to do with our attitude towards things. Wereldgezindheid heeft niet zozeer te maken met materiaal op zichzelf, als wel de lust daarnaartoe, materialisme. Another thing people must be willing to let go of is religion. Een ander ding wat mensen echt moeten leren loslaten is religie. They confuse their religion with their faith. Ze verwarren hun religie met hun geloof. Oh, I love the church. Oh, ik hou van de kerk. No, I love the Lord. Nee, ik hou van de Heer. This is what Jesus meant when he said, "Let he who is in the field not go back for his cloak." Dit is wat Jezus bedoelt als hij zegt, laat hij die in het veld is niet teruggaan om zijn mantel te halen. Remember the mantle of authority that Elijah had. De mantel van autoriteit, een teken van autoriteit, net zoals bij Elia. Can you just leave it? kan je gewoon achterlaten. Some people, there's a big danger in the last days. Er is een groot gevaar in de laatste dagen. Particularly with people in leadership. Vooral aangaande mensen die in leiderschap staan. They tell themselves and they tell other people they're building the kingdom of God. Ze maken zichzelf en anderen wijs dat ze het koninkrijk van God aan het bouwen zijn. But they're really building their personal empire. Maar eigenlijk zijn ze hun persoonlijk keizerrijk aan het bouwen, hun persoonlijke koninkrijk aan het bouwen. If God tells you to get the building for your church. Als God je vertelt dat je een gebouw moet zien te krijgen voor je kerk. Go ahead, get the building. Ga dan op je gang en probeer dat gebouw te krijgen. Make sure God is telling you to get the building. Maar zorg er wel voor dat je zeker weet dat God degene is die zegt dat je dat moet doen. Otherwise it's a monument to yourself. Want anders wordt het alleen maar een monument voor jezelf. Een soort statussymbool. Let he who was in the house not go back to his possessions, let he who was in the field not go back to his. Laat hij die in zijn huis is niet terugkeren voor zijn bezittingen. Laat hij die in het veld is niet terugkeren voor zijn man, om zijn mantel te halen. We don't think of it this way. We denken er vaak niet op deze manier over. But even ministry can become an idol. Maar zelfs onze bediening kan een afgod worden. The work of the Lord becomes more important than the Lord of the work. Het werk van de Heer wordt belangrijker dan de Heer van het werk. You understand? Snapt u? Whatever we do in ministry, wat we ook doen in onze bediening, evangelism or otherwise, evangelisatie of wat dan ook, is because of our love for the Lord. Is gegrondvest op onze liefde voor de Heer. There's a danger that the ministry becomes like a career or a business or an enterprise or a vocation. Het is er is een gevaar dat de bediening een soort zaak wordt of een commerciële aangelegenheid, een carrière. It becomes like practicing law or medicine or dentistry. Net zoals dat je zou gaan studeren bijvoorbeeld rechten of medicijnen. This is a big danger. Dit is een groot gevaar. Because it's so easy to confuse with what was supposed to be because it looks religious. Want het is je kan het heel makkelijk verwarren met dat wat het hoort te zijn, omdat het heel erg religieus overkomt. Now to understand this, let's understand Peter when he was fishing. Nou, om dit te begrijpen, laten we het begrijpen aan de hand van een voorbeeld van Petrus toen hij aan het vissen was. Jesus told Peter, I'll make you a fisher of men. Petrus hoorde Jezus tegen hem zeggen, ik zal u vissers van mensen maken. But as soon as the call goes up, it is the Lord. Want zodra de roep komt van het is de Heer, Peter immediately drops the net and dives, puts on his tunic and dives overboard. Laat hij onmiddellijk zijn netten vallen en duikt overboord. You see what I mean? Snapt u me? But I'm fishing, I can't come now. Maar ik ben aan het vissen, ik kan nu niet komen. I'm doing ministry, I can't come now, Lord. Ik ben mijn bediening aan het doen, ik kan nou niet komen, Heer. No. You're making the fishing what you worship instead of the Lord. Nee, je bent dat wat je op aan het vissen bent, ben je aan het aanbidden in plaats van op de Heer. It was good for him to be fishing. Het was goed voor hem om aan het vissen te zijn. It's a picture of evangelism. Het is een beeld van evangelisatie. It's good for us to go fishing. Het is goed voor ons om te gaan vissen. But once the call comes, it is the Lord. We go to be with Him. Maar wanneer de roep komt van het is de Heer, dan worden we geroepen om met hem te zijn. So these are the things, temporal possessions. Dus dit zijn die dingen, tijdelijke bezittingen. Second is the danger of the work of the Lord becoming more important than the Lord of the work. En nummer 2, dat het werk van de Heer belangrijker wordt dan de Heer van het werk. And the third is the difficult one. En de derde is de moeilijke. Lot's wife. De vrouw van Lot. Children turning against parents, parents against children. Kinderen die zich tegen hun ouders keren en ouders die hun tegen hun kinderen keren. The Lord wants to save our families as he did Noah's family. De Heer wil onze families redden, net zoals hij dat bij Noach deed. It's a very difficult thing when you have to choose between your family and the Lord. Het is een heel lastige keuze wanneer je die moet maken tussen je familie en de Heer. But the Lord is more important than our marriage, more important than our children, more important than anything. Maar de Heer is belangrijker dan ons huwelijk, belangrijker dan onze kinderen, belangrijker dan wat dan ook. These horizontal relationships with other people. De horizontale relaties met andere mensen. Although they are good and ordained of God. Ook al zijn ze goed en door God ingesteld, they must be subordinated to the vertical relationship. Ze moeten onderworpen zijn aan de verticale relaties. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. Hij die zijn vader en moeder lief heeft boven mij is mij niet waardig. I've met Jews who see that Jesus is the Messiah through the Scripture. Ik ben Joden tegengekomen die erkennen dat Jezus de Messias is op basis van de Schriften. But they're afraid of what their parents or their families are going to say. Maar ze vrezen wat hun ouders of hun familieleden daarvan zullen zeggen. So they don't accept it. Dus accepteren ze hem niet. Because of the family cost and the social cost. Omdat ze zeg maar niet bereid zijn om de gevolgen, om de sociale gevolgen daarvan te dragen. In Israel we had the joke that wasn't the joke. In Israël hebben we een grap wat eigenlijk in eerste instantie geen grap was. We said when an Orthodox Jew gets saved. Wanneer een orthodoxe Jood gered wordt, his family has a funeral for him. Heeft zijn familie een begrafenis voor hem. They really do that. They sit shiva and have funerals if you were dead. Ze doen dat echt. Ze hebben als het ware een echte begrafenis om afscheid te nemen van iemand die gestorven is. When a Muslim gets saved, wanneer een moslim gered wordt, dus tot de Heer komt, his family also has a funeral for him. Dan ook dan heeft zijn familie een begrafenis voor deze persoon. Only he is at it. Sorry? Only he is at it. He's at the funeral. Oh, alleen hij is er zelf bij. Our ministry, Moriel, we have a missionary in Israel. Onze bediening, Moriel, we hebben een bediening in Israël. She's married to one of our missionaries. Het is een vrouw die is getrouwd met een van onze zendelingen. We don't call them missionaries in Israel, but we noemen ze niet zendelingen in Israël. It has a negative connotation. Het heeft een negatieve intonatie of associatie. She was an Orthodox Hasidic. You know what is Hasidic Jew? The guys with the ear curls, these zo'n hele orthodoxe Joodse man die met die pijpenkrullen lopen. And when she became a believer in Jesus, her family had a funeral for her. En toen zij tot de Heer kwam en haar leven gaf aan Jezus, had haar familie een begrafenis voor haar. They literally had a funeral for her. Ze hadden letterlijk een begrafenis voor haar. As if she was dead. Alsof ze dood was. This is the reality. Dit is de realiteit. So it will be possessions, dus het zal zijn bezittingen, ministry, bediening, family, familie, social position, sociale posities. All of these things can hold somebody back if Christ is not first. Al deze dingen kunnen iemand weerhouden wanneer Christus niet op de eerste plaats komt. What's the next half of the question? Yes, the last question. No, there was the second half of that question. Oh, sorry. No, okay, how do you stand, how do you prepare yourself to be ready? Okay. What are the things that you need to let go? Okay, to be ready. First of all, als eerste, if we're going to be here, if you're not going to go to be with the Lord by giving up the ghost, if you're going to be alive at the time. We hebben het hier even over voor het moment dat je nog leeft. Op het moment dat Jezus terugkomt, dus niet als je al voortijdig gestorven bent. You have to know how to identify the antichrist and false prophet. Je moet weten hoe je de antichrist en de valse profeet gaat identificeren, gaat ontmaskeren. This is going to be very difficult in a couple of ways. Dit gaat heel erg moeilijk zijn om verschillende redenen. First of all, als eerste, there's going to be so many false Christs and so many false prophets. Er gaan zoveel valse christenen zijn en zoveel valse profeten. What's going to make these two guys unique? Wat gaat deze zich laten onderscheiden van hun voorgangers? Secondly, ten tweede, they're going to be able to deceive Christians even up to a point. Ze zullen in staat zijn om zelfs tot op zekere hoogte christenen te misleiden. Pay attention. Let op. There are two people called the son of perdition in Scripture, only two. Er zijn maar twee mensen in de Bijbel die de zoon des verderfs worden genoemd. Judas and the Antichrist. Judas Iscariot en de Antichrist. Whenever you see something about Judas, wanneer je iets ziet over Judas, the Holy Spirit is trying to tell us something about the Antichrist. Is de Heilige Geest aan het proberen u iets te openbaren over de komende Antichrist? They're both the son of perdition. Ze zijn allebei de zoon des verderfs. And they're the only two people who are Satan possessed. En de enige twee personen die satanisch zijn bezeten. Not demon possessed, possessed by Satan personally. Nee, niet demonisch bezet, maar door Satan zelf persoonlijk bezeten. Remember it said of Judas and Satan entered him. Weet je nog dat er staat geschreven en Satan ging in hem? Jesus said, now I saw Satan cast down. En Jezus zei, nu zag ik Satan naar beneden worden geworpen. He inhabited Judas. He inhabited, came into ja, en hij incarneerde als het ware in Judas. When you see the battle in Revelation, Satan is cast down by Michael. Wanneer je de strijd leest in Openbaring, wanneer Michael Satan naar beneden gooit, he comes into the Antichrist. Komt hij in de Antichrist. This might be when the Antichrist is assassinated and counterfeits the resurrection. Dit zou kunnen zijn wanneer de Antichrist is vermoord en dan weer wederop staat. It will be Satan animating the body of the Antichrist. Het is dat Satan dan zeg maar het dode lichaam zal incarneren en weer tot leven zal brengen. It will be the satanic version of the incarnation of Christ. Het is als het ware de satanische versie van de incarnatie van Christus. Alleen het verschil is natuurlijk dat hij de antichrist is. The only other person who was Satan possessed is Judas. De enige andere persoon die satanisch is bezeten is Judas. Both Judas and the Antichrist, zowel Judas als de antichrist, are into money. Zijn bezig met geld. Into wealth. En welvaart. Okay. Now in John's epistle, when he describes Antichrist. Nou, in de brief van Johannes, wanneer Johannes hem omschrijft, de Antichrist. He describes the Antichrist in the character of Judas. Hij omschrijft hem in het karakter van Judas. They went out from among us, but they were not really of us. Ze gingen van ons uit, maar ze zijn eigenlijk nooit echt van ons geweest. You understand? Snapt u? The Antichrist is going to convince Christians he's a Christian. De Antichrist zal erin slagen om sommige christenen te overtuigen dat hij de Christus is. Let's look at another example. Laten we naar een ander voorbeeld kijken. When you read it synoptically in all the Gospels, wanneer je het leest in alle synoptische evangeliën, although Judas said it, he got the other apostles agreeing with him. Terwijl Jezus het zegt, was hij ook in staat om de andere apostelen op zijn lijn te krijgen. Dus Lord, dat ze met de could this not have been sold and given to the poor? Kon deze olie niet worden verkocht en de opbrengst aan de armen worden gegeven? And the other apostles began to agree with him. En de andere apostelen beginnen dus daarmee eens te worden als je het synoptisch leest. Judas didn't care about the poor. Judas gaf niks om de armen. He just used that as a deception. Hij gebruikte dat als een misleiding. One of the things the Antichrist is going to do. Een van de dingen die de Antichrist zal gaan doen. He's going to pretend to be a great humanitarian with compassion for the poor and needy. Hij zal zich gaan voordoen en zal pretenderen als een enorme humanitaire persoon die hart heeft voor degenen die in nood zijn. So if you say anything about him. Dus als je dan iets gaat zeggen over hem, people will go crazy. Zullen mensen dat niet accepteren? How can you be so critical of such a warm human being? Look at all the good he does for the poor and the needy. Hoe kun je iemand die zo goed is voor andere mensen zo bekritiseren? Just like Judas, you understand? Net zoals Judas dat deed, snapt u? Very effective. Heel erg effectief. Now, let's understand this. Nou, laten we dit begrijpen. Take Mother Teresa of Calcutta, the Catholic. Neem als voorbeeld Moeder Teresa van de katholieke kerk. Mother Teresa, when she got the Nobel Prize. Moeder Teresa, toen zij de Nobelprijs voor vrede kreeg. I watched the documentary of her. Ik heb een documentaire over haar bekeken. And she said she doesn't convert these people she gets from the streets of Calcutta to be Christians. En ze zei converts them to be better Hindus and better Muslims. Ze zei ik bekeer de mensen niet tot het christendom. Nee, ik leer Hindoes hoe ze betere Hindoes kunnen worden en ik leer moslims hoe ze betere moslims kunnen worden. How do you make somebody a better Muslim? Give them a hand grenade? Hoe maak je iemand een betere moslim? Hem een handgranaat geven? Now she said this. Nou, dit heeft ze gezegd. Unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Tenzij een man wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk der hemelen niet binnentreden. Do not pass go, do not collect 200 euros. Go to hell, go directly to hell. Like in Monaco. Ga niet, net zoals in Napoli, ga niet langs de stad, nee, ga direct naar de hel. So Mother Teresa says she makes these people better worshippers of false gods, Hindu gods, demons. Wat Moeder Teresa eigenlijk zegt, wat Moeder Teresa eigenlijk zei, is dat ze Hindoes en moslims leert hoe ze beter hun afgoden kunnen dienen of aanbidden. I once saw a child laying on a mound of stinking garbage who was malnourished, about 2 years old. Ik zag een keer een baby van ongeveer 2 jaar oud op een vuilnisbed liggen. In Mumbai, Bombay, India. In Bombay, India. And thousands of people an hour, thousands passed him. En duizenden mensen per uur passeerden. That was his karma. Dat was zijn karma. It was supposed to be like that because that was the judgment of what he was in past life. Dat was het eenmaal het oordeel vanwege een vorig leven, vanwege de gevolgen uit een vorig leven. Right up the road. Iets verder op aan dezelfde weg. They were feeding cows sacks of wheat. Zo waren ze koeien aan het voeden met granen. In the Hindu religion, the life of a cow is more important than the life of a baby. In de Hindoeïstische wereld is het leven van een koe meer waard dan het leven van een baby. And we see stupid people in the Western world going to yoga and gurus and all this stuff. En we zien domme mensen in de westerse wereld die zich keren naar yoga en dat soort zaken. They don't even know what this stuff is with the gurus and the caste system in India. Ze hebben niet eens een notie van wat het echt allemaal betekent, die gurus en die religiestaat. What happens if you're a good Hindu? Wat gebeurt er als je een goede Hindu bent? Well, when you reincarnated your karma, you come back as a Brahmin. Want als je wordt gereïncarneerd, dan kom je terug, als je het goed hebt gedaan, als een Brahmin. And what happens if you're a good Brahmin? En wat gebeurt er als je goed Brahman bent geweest? Then you come back as a cow. Dan kom je terug als een koe. The Jews say, de Joden zeggen, Shema Israël. Shema Israël. The Christians say, de Christenen zeggen, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. The Muslims say, de moslims zeggen, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hindus say, Hindus zeggen, Moo. Mother Teresa says she's making people to be better Hindus and better Muslims. Moeder Teresa zei dat ze Hindoes en moslims beter maakt in hun religie volgen. It's a fact. It's documented on the film. Het is een feit. Het is gedocumenteerd door middel van film. You tell that to the average person. Vertel dat tegen de gemiddelde persoon. They won't deal with the fact. Ze zullen dat niet dealen met dat feit. How dare you criticize Mother Teresa? She was a great saint and a wonderful humanitarian. Hoe durf je Moeder Teresa te bekritiseren? Ze was een geweldig persoon en een groot humanitair vrouw. If you can't see through Mother Teresa. Als je nu al niet Moeder Teresa kan door ontmaskeren. You're never going to see through the Antichrist. Zal je nooit in staat zijn om de Antichrist te doorzien. Jezus did healings. Deed genezingen. But he never had a healing crusade. Maar hij had geen genezingscampagne. Jesus had miracles. Hij had wonderen en tekenen. But he never had a miracle crusade. Maar hij had geen wonderen en tekenen dienst. He had a repentance crusade. Hij had een bekeringscampagne. Scripturally, schriftuurlijk gezien, these signs follow. Deze wonderen en tekenen volgen. They're never the main point. Ze zijn nooit zeg maar het belangrijkste punt. Jezus zei, a wicked and an adulterous generation seeks a sign. Een slechte generatie, een kwaadaardige generatie is op zoek naar een teken. When you see people crowding into arenas. Wanneer je ziet dat mensen zich oplijnen voor arena's. For this. Blowing on people. Voor dat blazen op mensen. And you see. En wanneer je ziet. Crazy Benny. Gekke Benny met zijn jasje zwaaien. This is a wicked and an adulterous generation. Dit is een overspelige en een kwaadaardige generatie. It seeks a sign. die op zoek is naar een teken. Faith cometh by hearing. Geloof komt door horen. Hearing the word of God. Het horen van het woord van God. Not by seeing miracles or healings. Niet doordat je wonderen en tekenen ziet. These miracles and things they followed. De wonderen en tekenen volgen de gelovigen. Look what Jesus usually did when he healed somebody. Kijk wat Jezus meestal zei toen hij iemand had genezen. Don't tell anybody. Vertel het maar niemand, joh. Hou het maar voor je. Or if you had to, go tell the high priest. Of als je iemand moet vertellen, vertel het dan in ieder geval alleen aan de hoge priester. That's between us. Dat is tussen jou en ik. He told the paralytic in John 5, sin no more. Hij zei tegen de verlamde die hij genezen had, ga heen en zondig niet meer. Now, if you can't see through Benny Hinn, als je nu al Benny Hinn niet kan ontmaskeren, you'll never see through the Antichrist. Maar je onmogelijk de Antichrist kunt ontmaskeren. If you can't see through an obvious deceiver, als je nu al niet een duidelijke misleider kan ontmaskeren, you're never going to see through this. Dan ga je nooit in staat zijn om de Antichrist te herkennen. If you don't know what's wrong with the word faith money preachers, als je niet in de gaten hebt wat er verkeerd is aan welzijnsevangelie. Copeland and these guys. Dus Kenneth Copeland en zo. These guys whose God is Mammon. Deze mannen wiens God Mammon is. They worship Mammon and call it Christianity. Ze aanbidden geld en uit hun geldzucht noemen ze het nog christendom ook. They call the sin of covetousness faith. Ze volgen de zonde van gierigheid, hebberigheid. The Antichrist is going to be into money. De Antichrist zal iets doen met geld. If you can't see through Copeland and Joyce Meyer, als je nu niet kan mensen als Copeland en Joyce Meyer kan doorzien, through obvious con artists, gewoon hele duidelijke misleiders. You're never going to see through this guy. Ga je echt nooit door deze man heen kunnen zien. We must know how to identify him. We moeten weten hoe we hem kunnen identificeren. Let's go back to Judas. Nou, laten we even teruggaan naar Judas. The son of perdition. De zoon des verderfs. Jesus knew who he was. Jezus wist wie hij was. Nobody else did. Niemand anders is het. Remember at the Last Supper? Weet je nog met de maaltijd des Heren? Lord is it I, Lord is it I. Hier ben ik het, hier ben ik het. They had no idea. Ze hadden geen idee. That's how good the Antichrist is going to be. Dat is hoe goed de Antichrist zal zijn. Until Jesus reveals him, we will not know it's him. Totdat Jezus hem openbaart, zullen wij nooit weten wie hij is. This guy is going to be good, bad but good. Deze man zal kwaadaardig zijn, maar heel goed in wat hij doet. Bad in what he is, but good in what he does. Slecht in wie hij is, maar heel goed in wat hij doet. You understand? Snapt u? Next thing. Nog één ding. Let's go back to the issue of obstetrics again. How obstetrics teaches about the rapture. Nou, laten we nog even teruggaan hoe zwangerschap en geboorte synchroon loopt met, of een connectie heeft met de opname. Maternal labor involves contractions. Met de weeën van een geboorte. Unfortunately, they brought yoga into it now, but they traditionally had classes for expectant mothers that they would take with their husbands. En normaal gesproken vroeger had je speciale seminars waar je als zwangere vrouw met je man heen zou gaan. And they had methods called like Lamaze. Lamaze was one used in the States a lot. En dan heb je bepaalde methodes, zoals in Amerika Lamaze werd genoemd. And these classes were taught by midwives, nurses who delivered babies. En dit werd onderwezen door door een soort zusters. Who had babies themselves. So they were not just midwives, they were mothers who had babies themselves. Een soort van vroedvrouwen die zelf ook moeder waren geweest. And they would begin coaching these women on stretching and breathing. En ze zouden dan deze vrouwen coachen met strekken en rekken en ademhalingen. And medically proven over many decades. En dat was een goed ding voor vele decennia lang. That these preparations do help. Oh, het was bewezen al in al die decennia dat dit soort voorbereidingen echt hielpen voor de vrouw die zwanger was. You're going to stretch the pubic arch already more than 45 degrees. You're going to stretch it maybe 60 degrees. Je gaat bepaalde spieren alvast rekken en strekken om voorbereid te zijn. Now, if you know what's coming. Nou, als je weet wat er gaat komen. And you do the exercises. En je doet de oefeningen. To prepare the orthomusculature for what's coming. Om alvast je spieren te trainen voor dat waar je rekening moet mee gaan houden met geboorte. And the breathing techniques and so on. En ademhalingstechnieken en dat soort dingen. It goes a long way in helping you. Dan zal het in een grote mate u helpen in de voorbereiding. Especially if it's your first baby. Vooral als het uw eerste baby is. Once you've had one baby, the bones have already been stretched once. It makes it a bit easier, but the first one can be difficult. De eerste kan soms wat moeilijk zijn, vanaf de tweede gaat het vaak wat makkelijker omdat de spieren al wat meer gewend zijn. I'm not trying to scare any prospective mothers. I'm just... Ik probeer niet aanstaande moeders bang te maken. Okay. Well, it's the same thing. Wel, dat is hetzelfde ding. There's going to be a travail. Er gaat vooraf gaat een tijd van weeën. Contractions. Weeën. If you prepare, forewarned is always forearmed. Gewaarschuwd mens telt voor twee. You get these people, oh, I'm pre-trib, there's not going to be any tribulation. Oh, je hebt van die mensen die zeggen, ah ja, ik geloof in de opname voor de grote verdrukking, wij gaan er niet doorheen. They're not going to be ready. Ze zullen niet klaar zijn. The best thing a expectant mother can do is take the classes. Het beste wat een hoogzwangere of wat een zwangere vrouw kan doen is deze seminars volgen. These midwives who are mothers themselves, they know what they're doing and they can coach you through it and get you ready. Deze, ja, ik denk vroedvrouwen die zelf ook moeder zijn, die weten wat ze doen, ze kunnen je coachen om je goed voor te bereiden. And they teach the husband how to encourage his wife through it and things like this. En ze leren dan ook aan de mannen hoe ze hun vrouw kunnen helpen. Okay, that's the best thing to do. Dat is het beste wat we kunnen doen. Well, the same thing. Jesus is the husband. Jezus is de man. And he's encouraging his bride through this. En hij leidt zijn bruid ernaartoe als het ware. This is what it is. Dat is wat het is. You get ready ahead of time. Je bereidt je van tevoren voor. If somebody thinks they're gonna have a baby without labor, they're living in a fantasy land. Als iemand denkt dat je een baby kan krijgen zonder bevalling, ja, dan leef je in fantasieland. Read Genesis 3. Lees in Genesis 3. Before the sin of Adam, the babies just popped out. Voor de zonde van Adam kwamen de baby's gewoon eruit. It's not like that anymore. Het is niet meer zo. Now in the millennium it'll be like that again. They'll just pop out. In de duizendjarige rijk is het net weer zo. Ze komen er gewoon uitrollen. But in the meantime, you have to learn how to push. Maar in de tussentijd ga je moeten leren hoe te persen. You understand? Snapt u? The scripture uses obstetrics for good reason. De schriften gebruiken de metafoor van zwangerschap en geboorte voor een reden. We have to understand what's coming. We moeten weten wat gaat komen. And we have to understand how to identify the Antichrist. En we moeten begrijpen hoe we de Antichrist kunnen openbaren, kunnen ontmaskeren. Satan is using many things now. Satan gebruikt op dit moment vele dingen. One of which is the word faith money preachers. Op dit moment is het vooral het welzijnsevangelie. You don't have to suffer, you're a king's kid. Name it and claim it, blab it and grab it. Je hoeft niet te lijden, je bent een kind van de koning. Claim het en je krijgt het vanzelf. Yeah, tell that to the Christians in China and Vietnam where I go. Ja, ga dat maar eens vertellen aan de christenen bijvoorbeeld in China of Vietnam waar ik kom. Okay. Second thing, he's using the signs and wonders people. Hij gebruikt de wonderen en tekenen mensen. Believe me, you want to see a show? The Antichrist and false prophet are going to put on a show. Als je een show wil zien, een entertainment, dan geloof me, de Antichrist en de valse profeet zullen dat gaan doen. Hillsong and all this are only paving the way for it. Hillsong en zo en dat soort organisaties maken alleen maar de weg vrij ervoor. And the pre-trib. En de mensen die geloven in de opname voor de grote verdrukking. We're going to get out of here before it gets difficult. We worden hier opgenomen voordat het echt moeilijk wordt. No, we're not. Nee, absoluut niet. The church becomes so worldly. De kerk wordt zo werelds. And so backslidden. En valt zo terug. That persecution becomes something God allows as a necessary evil. Dat God gaat toestaan dat verdrukking als een noodzakelijk kwaad moet worden toegepast. You understand? Snapt u? This is the reality. Dit is de realiteit. We have to understand what's coming and be ready ahead of time. En we moeten begrijpen wat er komende is, wat aanstaande is en hoe we de antichrist kunnen ontmaskeren. It says in Daniel. Het zegt in Daniel. None of the wicked will understand. Geen van de kwaadaardigen zullen het begrijpen. The Lord wants us to understand. Maar de Heer wil dat wij het begrijpen. Now I'll leave you with one more thing in this regard. Tot besluit zal ik nog één ding meegeven. How many of you ladies have had a baby? Wie van u is moeder? Okay, so you went through the labor, right? Dan bent u toch door de weeën gegaan, toch? And it was difficult, obviously. En het was natuurlijk logisch moeilijk. Okay. Okay. But once you got that baby. Maar toen je eenmaal die baby kreeg. A beautiful, healthy baby. Een mooie, gezonde baby. There was so much joy and peace. Er was zoveel vreugde en vrede. You didn't care. Dat het je niet kon schelen. It was worth it. Het was het waard. It was over and now you got the kid. Het was voorbij en nu heb je het kindje. The moment you held that baby for the first time. Het moment dat je die baby voor de eerste keer in je handen hield. All the contractions, it doesn't matter. Look at him, he's beautiful. Look at her, she's beautiful. Alle weeën heb je terstond vergeten. Jesus said. Jezus zei, when you see these things happening, wanneer je deze dingen ziet gebeuren, lift up your head. Dan kijk dan naar omhoog. Your redemption draws near. Uw verlossing is nabij. When you're pregnant and the kid is kicking around and turning around a little bit, all right. Wanneer u zwanger bent en de baby schopt een beetje naar alle kanten, oké. Okay. But when you go into labor, maar wanneer je in de weeën gaat, there's a joy and an expectation. Er is een vreugde en een verwachting. But a challenge. Maar een uitdaging. And a difficulty at the same time. En een moeilijkheid tegelijkertijd. Ultimately, the joy overtakes the difficulty. Uiteindelijk zal de vreugde de moeilijkheid overtreffen. But as we explained yesterday, maar zoals we gisteren ook hebben uitgelegd, the rapture is a Caesarean section. De opname is een voorbereidende fase. If you weren't here yesterday, the word is Kolobo in Greek. Het is Kolobo in Grieks. Oh, de keizersnee, ja, sorry. It's a medical. De opname, de opname is als een keizersnee, dank u wel. It's a medical term for a surgical intervention in Greek. Ja, het is Kolobos is een Griekse benaming voor ingreep, een medische ingreep. If labor goes on for 24 hours. Als de weeën langer duren dan een dag. Forget the midwife, they call an obstetrician. Vergeet dan die vroedvrouw maar, ze gaan dan een medicus erbij halen. That's enough. Dat was het. We're gonna go in and get the kid out. We gaan nu die baby zelf eruit halen. Kolobo. Kolobo. For the sake of the elect, those days will be cut short. Omwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. The rapture is a Caesarean section. De opname is een keizersnee. You understand? Snapt u? Good. Amen. Okay, what's the next? Is there another question? One yes, more. Yes, this is the last question. Zijn de regels nu al verbroken of gebeurt het pas na de opname met het aanheffen van de nieuwe lofzang? Oké, laten we het daarmee uit. De rest kan ik niet lezen, sorry. Zijn de... Are the seals already broken? Or... Not yet. Oh, that's the question. That's the answer then. So when do you think they're going to happen? When the horsemen are unleashed. Yes, alright. So not even the first seal is broken yet. We zijn nog niet aangebroken bij het verbreken van de zegels. Die tijd is wel aanstaande, dat is natuurlijk waar het hele thema van de conferentie over gaat. Ja, okay? Yeah, but we're seeing the stage being set for it. Exactly. So, we kunnen wel om ons heen zien dat we echt in vergaande voorbereiding daarvan zijn. Van het verbreken van het eerste zegel. Wanneer de ruiters, zoals beschreven in Openbaring 6, ten tonele verschijnen. Oké. Ik denk dat we het hierbij moeten laten. Dus zoals beloofd, ik leg het schrift nog even daar neer. Zoek uw vraag op, als die niet beantwoord is. Zet uw mailadres onder en dan zullen wij zelf van de Stichting Moriel Nederland daar een antwoord op geven. Dames en heren, dit was dan de eindtijdconferentie. Al een jaar of drie geleden denk ik, toen ik Jacob ongeveer een jaar kende, legde God het heel sterk op mijn hart. Ik ben erg blij, dit is de eerste keer dat we dit doen natuurlijk. Er waren soms nog wat onwenigheden, ik hoop dat u ons daarvoor vergeeft. Blijf ons volgen op stichtingwand.nl en moriel.nl. We zetten teachings nadat ze goed gemonteerd zijn op YouTube en vertel mensen. Zoals Jacob al zei, work while it's day, night comes when no one can work. We hebben nu nog de kans om te evangeliseren en om discipelen te maken. En om de tijd, wanneer, dat is een van de vragen die ik heel kort mee zal nemen, wanneer de Heilige Geest, want de restrainer, de weerhouder in 2 Thessalonicenzen 2 is heel duidelijk de Heilige Geest, daar gaan we nu niet verder op in, maar ik zal het later uitleggen in de mail. En wanneer hij dus weg is, wat is er dan over? Dan zijn alleen u en ik over. De Heilige Geest die ons persoonlijk woont, is dan de enige die ons nog helpt om te overleven. Want dan is er geen ruimte meer, wat Jacob vrijdag al zei, het aantal mensen, christenen, ware christenen, die overgebleven zijn, zullen in aantal gewoon absoluut te klein zijn om nog langer het zout en het licht van deze wereld te vormen. En dus zijn we des te meer op elkaar aangewezen in de vreselijke tijd waarvan Jezus zei, zo erg is het nooit geweest en nadien zal het nooit meer zo erg worden. Dus blijf ons volgen. We zijn een stichting, we hebben een ambi-status, dus als u ook in het vervolg nog vindt dat u ons zou willen steunen, nou, dan houden we ons natuurlijk warm aanbevolen. En voor de rest, de e-mailadressen zijn info@moriel.nl of stichtingwand.nl. En als u echt een dringende vraag hebt op Jacob, dan mag u mij stellen voor in de toekomst. Amen. Amen. Mag ik uw hand zien als u gezegend was met deze conferentie? Amen. Okay. Alright, last in prayer. Please keep me in our ministry in prayer. Ja. We need prayer. Jacob vraagt natuurlijk om gebed voor hem en zijn bediening. Dus, oké. Ja? Yeah, she wants us to pray for you. Alright, misschien dat we dan even op kunnen staan en onze handen naar de uit kunnen strekken. Kom maar zuster, kom maar naar voren. Lukt het in Engels? Oh dear Father, we want to thank you for these days that you sent your servant to serve us. Thank you that you spoke through him and blessed us. And at this minute, Father, I want to ask you to bless our brother, to bless him and to protect him everywhere where he goes. Please be with him. Please protect him and his family, his wife, his children. We know, Lord, that the enemy is trying to attack all the leaders you sent and you use. But we love you, Father, love you, Jesus, and we thank you that he's your son. He's your son and you love him. We are so thankful, Lord, that you have blessed us, and we ask you, in Jesus' name, be with him. And please, Lord, if it's in your will you heal him? Will you touch his body? Will you give him strength, Lord? And we know that you will, that you're with him. Thank you for your Holy Spirit. Thank you, Lord, for what you've done. Please bless him and his family, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Laten we God en Jacob ook. Ja, dankjewel. Oké, nou mensen, broeders en zusters, tot de volgende keer. Amen.